Lumpia, hij is een bootsneus, hij is een bootsneus. Nasi goreng, bami saté. Welkom bij aflevering 18 van Hansje. Mooi hè, die liedjes van 080 over die Chinees. Ik heb me kapot gelachen en schrik dat we hadden. En dan die twee trainers met het mooiste accent uit de hele Eredivisie. En we kunnen ze ook nog verstaan, ook nog. De namen van de hoofdrolspelers, heel toevallig, eindigen ze allemaal op een I. Erdi, Mahi en Rahi. En hoe heet die vent van Den Haag, zeg je nou? Eheb, Ewebi. En als klap op de vuurpijl, Leeuwenkabessi. Wat ging dat lekker zeg. Vanmorgen kreeg ik van de wievermine een half kumke thee. Dat is een Haags bakje gezeten. Toen heb ik ook nog een zak Haagse hopjes opgevreten. En een broodje M-ei. En Pino mijn panzer gehad. Favoriete spelers, ik vond ze allemaal goed. Als wij maar winnen met 3-0, dan zien ze allemaal goed bij ons. Klasse. Maar de man of the match vond ik toch Leeuwenkabessi. Het waren maar een paar minuten, maar gouden minuten voor die jongen. Ja, zondag Excelsior. Ja, er zit een oude bekende, de trainer, Mitchell van der Gaaf. Hij heeft nou bij ons gevoetbald in de jaren 89-90. Kom uit Zutphen. En Ryan van Koolwijk, ja, die lang had hier nog gewoond, maar ik zag hem nooit in mijn togo. En Badje Slalom Latouero, hoe zit er ook, hè? Is scout geworden, het is niet koud geworden, maar scout geworden van Excelsior. En dan Bovenberg, maar die is gestopt en dat is me goed ook, want dat was een potje eland. Excelsior, de oud papierclub van Rotterdam. Ze, als ze een hoop oud papier hebben, kopen ze een speuler. Ik heb een hele container met oud papier staan, als ze die nog komen halen. En dat is echt waar hoor. Scheidsrechter Christian Baks, 28 jaar pas. En die komt uit Zwijndrecht. Wat een jong piefje zei. Dus je moet goed fluiten. Hij fluit in, hoofdzakelijk in de Jupiler League en hij is bij de KNVB in dienst. Hij had in 11 wedstrijden 30 gele kaarten uitgedeeld. Dat klinkt niet jovel. Dat wordt uitkijken voor die pief. Voorspel. Een gelijk spelletje, want kunstgras ligt ons niet. En zondag al zo vroeg, 1-1. Fijne kerstdagen nog en een gelukkig nieuwjaar. En we zien elkaar volgend jaar. Hou je! Oh ja, ik ben er ook nog één vergeten. You never walk alone.